We gaan maar even op bezoek bij ome Jan, oftewel Jan van Laak, want hij was bezig met de handtekeningenactie om ervoor te zorgen dat hij het beheer op het Stuiversdamplein kan blijven doen. Hij zit niet in zijn keet. Ik ben benieuwd waar die is. En volgens mij komt hij net aanlopen. Was je aan het werk? Ja. Ja? Handtekeningen verzamelen. Hoe gaat die? Goed. Nou, mooi. Ja. Was net rond aan het lopen hier? Ja. Ik ben lekker rondlopen om zoveel mogelijk handtekeningen te krijgen. Hè? Dus, en maandag ga ik ze overhandigen om 17:15. En ik hoop dat jullie er, want ze hebben jullie opgebeld om erbij te zijn. Ja, we zijn er sowieso bij, dat weet je toch? Oh, dan is het heel goed zelfs. Oké. Okay. Nou, zullen we even ergens in de keet gaan zitten of op het plein? Kunnen we nog even babbelen? Dat is nou, goed. Mooi, doen we dat. Hey Jan, je bent afgelopen zaterdag bezig geweest op het Koningsplein. Ja. Hoe is dat gegaan? Heel goed zelfs. Ik heb, ik geloof wel een kleine 300 handtekeningen opgehaald. Op Koningsplein? Op Koningsplein en dan ben ik overgestoken naar de Kattenrug. Dan heb je aan de rechterkant heb je een restaurant. Ben ik binnengegaan, zat hartstikke vol. Ik ging naar de baas toe. Ik zeg, mag ik de mensen toespreken? Ik zeg, wie bent u? Had ik het uitgelegd. Ik zeg, nou, als je tafeltje voor tafeltje doet, krijg ik mijn toestemming. Ik zeg, goed, dan doe ik dat. Dus en die zat hartstikke vol. En toen ben ik ook een hele hoop winkels afgewist. En die hebben ook allemaal getekend. De mensen die er rondliepen, personeel, hebben allemaal getekend voor mij. Dus ik heb een kleine 300 zadig bijgehaald. Hoe blij je er al? Nou, als je zo deur gaat, ga ik naar de 1000 vandaag. Hoeveel moet je er hebben? Ik hoop op 2.500. Ja, je bent bij de Tilburgse Volkspartij geweest. Ja. Bij Loes. Wat heeft hij nog gezegd? Ja, Loes had gezegd dat de kraan op dat moment helemaal dicht was. Maar ze heeft met die partijen allemaal gepraat. Hij zegt de kraan kan eigenlijk niet dicht. Maar die moet weer een stuk kopen om ome Jan toch de kans te geven. Omdat je hier kan blijven werken daar. Ja. Hoe reageren de mensen op je handtekeningactie? Positief, allemaal hartstikke leuk. Ik zeg, ome Jan, kom hier, ik teken het AK voor jou. Ja. Ja, er zijn ook een paar vrouwen. Ik zeg, ja, de gemeente moet bezuinigen, wij moeten ook bezuinigen. En dan zeg ik sta wel 100% achter jou, maar ik teken gewoon niet. Ik zeg, jongen, mens, waarom ga je dat zeggen? Je gaat men ondersteunen. Ik zeg, zet dan die handtekening neer. Maar dat doet ze niet. Ze heeft er niks aan. Nee. Ze houdt dan de mond dicht en zegt niks. Ja. Ja. En hoe reageerde ze op jou dat jij dat zei zo? Ja, hij zegt, ja, u hebt wel gelijk, maar ik kan niet tekenen. Ik zeg, wij moeten allemaal bezuinigen, de gemeente moet bezuinigen. Ik zeg, de gemeente moet niet bezuinigen, ze doen het op een verkeerde manier. Ik zeg, op u gaan ze ook bezuinigen, op ouder vandaag. Ik zeg, ik was ook, op bepaalde leeftijd heb ik ook al bereikt. Ik zeg, ik ben ook bijna 63, dus daar gaan ze daar helemaal op bezuinigen. Ik zeg, we hekken aan. Ik zeg, moet ik alles ingeleveren, mijn hobby's. En dat doet niet. Voor niemand, voor de burgemeester niet en voor niemand. En waar zouden ze volgens jou het meest op moeten bezuinigen eigenlijk? Bij de hoge mannen. En ik vind dat ze eerst in Den Haag moeten gaan bezuinigen. Daar op premier en op die hoge pieten. Die hebben ook ton op anderhalve twee. Dus dat moeten ze op bezuinigen. En niet op mensen die willen werken nog. Dus die moeten niet op mij gaan bezuinigen, vind ik. Ja. She walks in and says, come on, let's have it. Brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to. Ja, en als je dan zo bezig bent op dat op het Koningsplein, ja, wel mooie vrouwelijke schoon gezien ertussen. Ja, echt, er lopen wel mooie vrouwen rond, ja. Ja, echt, ja. En dan wil ik ook een oproep doen voor de dames die alleen zijn. Om contact met mij op te nemen met ome Jan. Dus ik zoek nog een heel mooie, of mooi, een leuke vrouw, spartaan, sportief. Dus die ook leuke hobby's heeft. Dus, maar is het een eenzaam bestaan nu? Ik ben 10 jaar gescheiden, dus alleen is ook maar alleen. Dus ik wil wel iets onder mijn handen hebben, waar ik ook iets leuks mee kan gaan doen. Nou, zo'n nieuwe vrouw, wat verwacht je er dan van? Dat ze ongeveer dezelfde hobby's heeft, ook uitgaan, pintje gevatten of... Blablazen. Nou, blablazen hoeft ook nog niet eens, dus, maar ook
ergens naartoe gaan, of naar de bioscoop, of thuis lekker een borretje vatten, of een wijntje vatten. Lekker eten thuis samen koken. Dus, en een keer naar voetballen gaan, want mijn hobby is Feyenoord, dus dat is mijn grote liefde. Niet Willem II? Nee, helaas. Ook een klein beetje Willem II, maar Feyenoord is toch nummer 1 van mij, hoor. Gebeuren er ook rare dingen? Ja, ook van alles. Drugverslaafde, drankverslaafde. Dus ook, ik heb in het begin toen ik hier werkte, heb ik daar spuiten gevonden. En toen heb ik de kinderen allemaal weggestuurd. Ik zeg, ga je even weg, zodat ik even kan bellen. En die waren ze ook binnen 5 minuten waren ze hier, dus om die naden op te halen. Maar die drankverslaafden, komen die dan bij jou om... Ja, hier op, in de park komen ze hier drinken. En ik zeg, wegwezen. Ik zeg, waarom, om Jan? Ik zeg, hier mag je niet drinken. Ik zeg, thuis moet ik drinken, ze willen ze met me niet hier. Ik zeg, hier lopen een hele hoop kinderen rond. Ik zeg, en daar wil ik niet, de kinderen niet aan doen dat hij hier is. En hoe reageren die op jou? Worden ze dan boos of snappen ze het wel? Of? Ja, eerst zijn ze wel een beetje teleurgesteld in mij, maar ik zeg, ja, luister eens, hier lopen heel veel kinderen rond. Ik zeg, ga thuis drinken of ergens anders, ergens bij jullie in de straat, maar niet hier. Ik zeg, want daar worden die kinderen ook drankverslaafd. Ik zeg, dat wil ik niet hebben. Nee. Ik zeg, ik ben geen oom van hun, maar ik voel het wel. Dus daarom noemen ze me ook oom Jan. Dus dat is het teken dat ze mij mogen. Dus, en ik kom op voor de kinderen. Dus, ja, vind je dat leuk dat ze jou als een soort ja, oomfiguur, vaderfiguur zien? Ja, vind ik wel. If this is true, thought then... What will I think? Will I stay? Or rather I will get away. I'm scared that I won't find a thing. And afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try. Have to trust, I have to cry. Have to see, have to know that I can be myself.